Hij ziet er al mooi uit, ook al zeg ik het zelf. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar hier een beauty. En wat wil jij zeggen? En je staat daar zo mooi. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 16 januari 2023. En ik mag niet liegen, het is inderdaad 3 uur. Maar ja, in de vlog van gisteren hebben jullie ook kunnen zien dat ik om 5:30 vanochtend dus naar bed ben gegaan. Dus, ik heb vanochtend dus namelijk de vlog van gisteren afgesloten. Ja, ja. Want ja, even een buurman naar Schiphol brengen. Ja, dan ben je gewoon even brak als je even doorgaat, hè? Ja. Dus daarom ben ik dus nu net wakker. En wie heb ik aan de telefoon? Niemand minder dan onze eigen... Niemand minder dan onze eigen Niels, mijn editor. Ja, helemaal top. Leuk. En mogen jullie maar weer lekker genieten van de vlogs. Ja, precies dat. Ik ga dus nou al lekker op mijn manier een boerenomelet maken. Ja, ik heb al heel wat voorbereidingen gedaan, zoals je hier kan zien. En dat gaat zo meteen daar de pan in. Dus dat ga ik dus nu even doen. Hij ziet er al mooi uit, ook al zeg ik het zelf. En hij moet zo meteen omgedraaid worden. Maar er ligt iemand op het balkon en volgens mij wil ze er weer in. Ja, maar je gaat niet op de bank. Kom, kom dan. Ja, het is regen weer, hè. Ja, het is vies, hè. We gaan niet op balkon, dame. Balkon. We gaan nou niet op de bank, leed. Nee, nee, nee. Lady, kom eens hier. Lady, hier. Kom. Hier, hier mag je liggen. Kom, daar liggen. Daar. Goed zo. Keurig. En blijf daar, hè. Goed zo. Die ligt hier. Die ligt daar. Hi. Nee. En dan ga ik zo meteen maar eventjes in mijn omelet maar eventjes omkiepen. En ik heb hem opgekiept. Hij ziet er wel heel nice uit hoor jongens. Oh, lekker. En dit is een boerenomelet. Oh, wat hou ik hiervan hè. Gewoon een lekkere boerenomelet. Ja, dat is lekker. Ja, is lekker. Hij is klaar om opgegeten te worden. Waarschijnlijk is het weer veel te veel. Ja, en nog steeds aan het bellen met Niels. Hé, hey, hoe toevallig. Ja. En... ja, dat moet af en toe ook gebeuren, hè. Overleggen met elkaar. Ja, precies. En dan zit ik aan deze 1,5 liter. Ja, deze niet, want die moet nog steeds naar de schuur. Scheelt weer. Dit is dus Arizona watermeloen. Ja. Die met honing vind ik ook heel lekker. Ik heb deze nog nooit gehad, maar dit is dus 1,5 liter. Deze kost in Duitsland dus 2 euro. Hier bij de Jumbo heb je zo'n flesje voor 1,40 euro. Nou, dan haal ik liever bij in Kleef. Ja. Yeah. Dus ik ga even lekker eten, jongens. En ik ga lekker drinken. En ik ga nog even lekker bellen met Niels. Helemaal top. Hè? Tut? Hi? Kind? Hi? Lovely? Hi? Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar hier hebben we Beauty. Daar hebben we Speedo. We hebben Draki en we hebben Lady daar. En onder mij hebben we Lovely liggen. Maar dan ga ik even inzoomen. Ja. En ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar die meneer daar, die geeft een heel leuk geluidje. Die ligt ook zo lief bij. Hier is een hondje. Mm. Zo lief.
dat had ik jullie voornamelijk laten horen. Dat heb ik dus nu ook kunnen laten horen. Ook leuk. Ik wou wat doen, maar dat wil weer eens ik niet. Nu wel. Ik ben niet zomaar op één gat te vangen hoor, echt niet. En mijn boeromelet is bijna op. Lekker, hij is echt lekker. Heerlijk. Yummy. Ja. En weet je wat het ook is? Het is druilerig weer. Het is aan het regenen. Ja, echt. Kijk, hier. Bah. Check dit. Bah. Dit is gewoon bah. Schoon aan het regenen. Schoon bah. Vies weer. Daar wil je toch niet in lopen vandaag, buiten? Ik niet. Ik blijf ook lekker binnen. Ik wel. Heerlijk gewoon lekker binnen blijven. Yummy. Echt wel. En wat ik ga doen vandaag, ik denk zo meteen lekker tv aanknallen. Bank hangen. Een beetje bijslapen. Heel erg gek, maar dat heb ik gewoon even nodig. Gewoon lekker bijslapen. Ja, maar ook even een goede bodem qua eten. Want eten doe ik ook niet zo goed. En ja, mijn huishouding, dat is ook op dit moment één grote fiasco gewoon. Maar jullie weten waar ik in zit. Dus dit, dan weer dat en dan weer zo en dan weer dit. Dus daar zal ik wel even nog voorlopig in blijven. Maar ik ga het gewoon wel rustig aan, stapje voor stapje, alles weer een beetje oppakken. Maar echt, als ik rust heb in mijn hoofd, dan kan ik ook weer opruimen. Nou, en als dat nog niet voorlopig zo is, nou, dan heb ik even pech. En dan hebben we ook andere lekker pech. Zo moet je denken. Nou, ik ga nog even dit opeten. Ik ga nog even die ook afkijken. Even tot zover waar ik zin in heb. En daarna ga ik lekker op de bank hangen. En misschien dat ik nog even studie ga doen. Want ook dat moet ik te gaan doen, maar mijn kop staat er gewoon niet na. Want ik hoef maar zo'n klein beetje te lezen en dan ben ik gewoon moe in mijn hoofd. En dan wil ik inderdaad gewoon gaan slapen. Dus, en dat heeft mijn praktijkondersteuner van de huisarts ook al gezegd. Als ik moe ben, moet je gewoon lekker gaan slapen. Gewoon even lekker je eigen ding doen, die je zelf wilt doen. Dus dat ga ik ook lekker doen. Dus ja. Yo, het is alweer inmiddels alweer 12:30 in de nacht, jongens. Ik heb heel weinig gefilmd. Zo, goedemorgen. Huh? Ja, bijna wel. Nee, maar Ro is er ook. Kijk, daar hebben we Ro. Hi, schat. Hi. Hi, alles goed? Nou, bijna. Bijna. Daar hebben we Beauty, daar hebben we Lovely en daar hebben we weer Lady. Ja, helemaal goed. Ja, ik heb gewoon eigenlijk gewoon vandaag de hele dag gewoon eens een keertje hier lekker gelegen. Lekker met mijn warme deken. Oh, wat was dat even. Gewoon fijn. Gewoon eens even lekker. Heerlijk. En wat wil jij zeggen? En je staat daar zo mooi. Hondjes doen. Hondjes doen, ja, die gaan we zeker doen. Jij en jij, de twee zusjes en ik, mijn grote vriendin. Ja. Yeah. Jij leert jij lopen. Nee. Wel, nou, nee. Nee? Nee. Wil jij doen wat jij de meisjes ook? Nee. Jij en jij gaan de zusjes doen. De zusjes. B en L. En ik ga, nee, je bent vervelend, jij. Je bent vervelend. Je bent vervelend. Waarom ben ik nou weer vervelend? Maar gewoon omdat jij soms af... Nou. Ja. Ik ben vervelend omdat ik vervelend ben. Ja, precies. Right. Ja, is toch handig? En daarom ben ik vervelend. Ja. Omdat jij gewoon gekke humor hebt. Gekke humor nog wel. Okay. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dus, geef een voorbeeld van de gekke humor. Nou ja, zo en zoals wat je nu doet. Jij zegt van, je bent vervelend omdat je vervelend bent. Dus dan vraag ik me omdat af, jij, omdat jij nu net al aan de telefoon zei, eerder gisteren, zeg maar. En dat je nog eigenlijk... Eergisteren. Eergisteren, je hebt eerder gisteren. Ja, dat is helemaal, helemaal goed. Dat is 3 dagen geleden. Dus. Nee, maar dat was dus vanavond nog, zeg maar. Oh, vanavond, maar dat is vanavond. Ha, grappenmaker. Nou, dit is dus precies wat ik bedoel. Jokemaker. Ja. Zou mijn collega zeggen. Ja, dat is heel fijn.
Maar jij gaat lekker de zusjes doen, de zusjes, en ik doe mijn vriendinnetje Lady. Dus dan weten jullie dat ook eventjes. Hé, meisje. Ja, en jij bent ook mijn vriendinnetje, maar ik heb hier mijn grootste vriendin. Mijn grootste vriendin. En wie komt er morgen nou weer dan? Wie gaat er morgen weer komen? Wie komt er morgen dan? Tante Laura? Ik ga kijken. Tante Laura, waar is ze? Oh, ga kijken. Tante Laura! Ga kijken dan. Ga kijken, Tante Laura. Ja, ga kijken dan. Tante Laura, kom. Ga maar kijken. Kom. Tante Laura. Die sporen niet helemaal. Hé, schat. Dus Dennis ook niet. Nee, precies. Die hebben wel spoor. Ja, daarom. Dus, wij gaan nu de hondjes uitlaten. Ik ga Lady doen en Rody gaat Lovely en Beauty doen. Dus ja, dat zijn even de taken voor nu. Yes! Joop, jippe de peppie de poepie de poepie de poep. Yes, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.